zondag de laatste etappe, althans de laatste wandeletappe van Geilenkirchen naar Aken. We lopen alweer langs de Worm. Van Geilenkirchen hebben we niet veel gezien, want we hebben een zeer rustig middagje op het appartement doorgebracht. Daarna copieus ontbeten in Hotel Centraal. En na enig zoeken, met hulp van TomTom, de route weer opgepakt. Nou, rechts de romantische Worm. En links het geluid van de koeling van de Rewe supermarkt. En op een zondag als deze zal het fietspad weldra gevuld zijn met massa's Duitsers. Maar om 9:15 op zondagochtend zitten die allemaal nog te frühstukken. Dus hebben wij er nog geen last van. Op naar Aken. Maar ja, er is onweer verwacht vandaag, dus een beetje doorlopen maar. Wilma, een korte terugblik. Hotel Centraal. Hoe beviel die? Geweldig. 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 Dat moet je even toelichten. Nou, het was een appartement met een woonkamer, een slaapkamer, een kitchenette. En zelfs nog een balkon. En compleet gemeubileerd. Het was gewoon echt een appartement, een woonappartement. Dus ik stel me echt zo voor even van dat ik in Duitsland woonde. Dus eigenlijk ontzettend leuk. Heerlijk op het balkon gezeten. En mooi uitzicht naar buiten. De heuvels, bloemen. Heel. Ik wilde net zeggen, je voelde je zo thuis dat je de onbedwingbare neiging kreeg om ook de planten te verzorgen. Hè? Ja, ja. Dat heb je dan ook gedaan. De petunia's. Hè? Heb ik even de dode petunia's eruit gehaald. En 's avonds de bloemetjes water gegeven. Ja, heel leuk. Het is vandaag de derde dag langs de Worm. Het is wederom een warme, zo niet hete dag. Maar boven Ginse bossen vormen zich de eerste wolken die op mogelijk onweer wijzen. De Zweischlösserenallee, dat betekent dat er twee sloten, meervoud van slot, zijn. Eén hebben we er in elk geval te pakken, want dat is deze. Vraag me niet welke, zoeken we nog wel een keer op. We lopen weer eens pal langs de Nederlandse grens, want de Worm is hier grensrivier. En hij verwendt ons gelukkig met een stukje bos. Schaduw en minder hitte. En een daar moeten we wel omheen lopen. Als je daarin trapt, tot je enkels. Ja, tot je knieën, ja. Het is een zondag vandaag, dus alle Duitsers hebben massaal de fiets genomen. Van stal gehaald, in het sop gezet. En zijn gaan varen. Goed, nu is het even stil, maar daar verderop staan er al een paar. Kleine technische tussenstop. We lopen Herzogenrath in. Een vreselijk langgerekt dorp. Een soort spoorwegknooppunt. Net ten noorden van Aken. Uiterst sfeervol allemaal. Zeker in die hitte. Eigenlijk is Herzogenrath zo'n beetje het industriegebied van Aken, waar grote concerns als het Saint-Gobain glasgebeuren hun fabrieken hebben staan. De bushalte heet dan ook Glaswerken. En dat is niet voor niks, want ook aan de andere kant staat de glasfabriek. Ja, als dit geen vergane industriële glorie is, dan weet ik het niet meer. Vooral vergaan, weinig glorie. Parkeerplaatsen, er schijnt nog wat in te zitten.
Ja, Schmidts Nadeln. Oh, dat is een nadel, dat is de laatste naaldenfabriek. Deze hele streek die was vroeger bekend onder andere om zijn textiel en om zijn naaldenfabrieken. En die zijn uiteraard ook allemaal naar het Verre Oosten vertrokken. Behalve deze ene, die zit hier nog. Schmidts. Het is zo in Hoogherzogenrath vandaag feest, zoals overal. Maar daar hebben wij geen tijd voor. Wij stiefelen door richting Aken. Langs een niet onaardig kerkje. En die zegt dat wij geradeaus moesten. Het park in, denk ik. Kijk, dat is oud en dat is nieuw. Geef mij maar oud. Je begint te merken dat we de Eifel naderen. We zijn Herzogenrath voorbij. En we zijn eigenlijk al 10 minuten lang alleen maar aan het klimmen. Hoogtelijnen passeren heet dat. En we zijn er nog niet. We zijn op weg naar het gehucht Plei. En daar vandaan schat ik in nog een tiental kilometer naar Aken. Dit heet in het boekje steil aufwärts naar de burg Wilhelmstein. Nou, ik geloof dat we de top misschien wel bijna bereikt hebben. Maar nee, na een klein stukje horizontaal komen we bij de volgende stijging. Dat wordt dus eventjes de longen alle ruimte geven. Wilma klautert en bikkelt dapper voort. Nou is het hier gelukkig iets minder heet. Ja, dan komt de volgende stijl alweer. Van vals plat naar echt stijgen. We zijn bijna boven. Flinke traptreders. En dan woont daar de burcht Wilhelmstein. En wat nog veel belangrijker is, ze hebben er een bankje in en bezig aan onze zoveelste stijging. Op de lange weg naar Aken. De lucht wordt grijzer en grijzer. En dat kan eigenlijk alleen maar betekenen dat vandaag nog een paar flinke regen- en of onweersbuien over ons zullen worden uitgestort. En dan ben je eenmaal boven en dan mag je weer naar beneden. Maar wel met een prachtig uitzicht. Kijk, hier wordt de worm dus echt mooi. Een wild stromend bergbeekje. Ja, zo'n beetje uit de Eifel komend, hè? Ja. Als we naar boven kijken, dan zie je toch een andere lucht. Dan vanochtend vroeg hoor. Een hele andere lucht. Zo, we lopen langs de worm. Het onweer is losgebarsten. Ik ga hem zo gauw uitdoen. Onweer voorbij, jassen weer uit, zonnetje schijnt, vogeltjes fluiten. Het leven is mooi. Na een zoveelste stijging komen we helemaal boven. En achter deze pilaar, zuil, monument, daar ergens achter
ligt Aken. Maar er staat een grote boom voor, dus veel ervan zien doen wij niet. Hoe kunnen ze dat nou doen, hè? Zo'n boom ervoor zetten? Daar aan de einde ligt een stad. Het is ongetwijfeld Aken. Aken. Wij gaan ginds Gelandweg af, op weg naar Aken. We lopen door de buitenwijken van Aken. Dat betekent dat onze laatste etappe van deze wandeltocht over de E8 bijna volbracht is. Nog een krap half uurtje en dan staan we voor de deur van ons hotel in het hartje van de stad. En dan is er nog één dag om de stad van Karel de Grote, want dat is Aken, eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wilma, terugblikkend op deze etappe, wat zijn de drie woorden die het eerste te binnen schieten? Zwaar, zwaar en zwaar. Nou, volgens mij... Nee, ook mooi, nee. Heel mooi, het landschap. Ja, de route was eigenlijk, zodra we de Wormvallei verlieten, werd die weer mooier. Heb jij dat gevoel ook? Ja. 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 7 juni. De auto is schon 59 geworden. En wij gaan Aken onveilig maken. Vannacht heeft het vreselijk geregend. Het is duidelijk een andere dag dan gisteren, hè? Drukker. Ja. Maandag spits in Aken. En het hotel is daar. En de stad is daar. Gaan wij nu naartoe. Thank you.